Hallo en welkom terug bij Minecraft Create Above and Beyond. We gaan eindelijk weer verder spelen, want het is een tijdje geleden dat we een video hebben gemaakt. Excuses daarvoor. Ik had een tripje naar Oslo van 2 dagen en 2 verjaardagen in 1 week. Het werd een beetje veel. En ik heb ook een Formule 1 video gemaakt. Als je Formule 1 leuk vindt, check die zeker eventjes. Heb ik hier nou geen leather van gekregen? Ik probeer even wat leather te fixen. Hallo? Nog steeds niet. Ik heb nog wat in mijn kisten gevonden, gelukkig. Wat ik wil, is eventjes een sewing spools maken. Ik denk dat ik er 5 nodig heb of zo. 6 misschien. Laten we 7 doen. Dan kunnen we bound leather maken. Dat moeten we dus een paar keer doen. En dan als het allemaal gekookt is, kunnen wij upgrade pouches maken. 2 zelfs voor de large pocket. En je raadt het misschien al, daarmee kunnen we dus onze backpack updaten. Is dit niet hoe dat werkt? Oh, je moest deze omdraaien. There you go. Oké, dus nu hebben we heel veel meer item slots. Oh, dat moeten we dan nog een keer doen. Yes. Oké, en als het goed is, ja, we hebben heel veel meer ruimte. Alhoewel, dit lijkt nog zelfs wat minder. Maar weet je, alle backpack space is welkom bij mij. Dan kunnen we eindelijk beginnen met het grote plan voor vandaag. En dat is namelijk beginnen aan chapter 2, Alluring Experience. Waarin we gaan werken naar de automatisering van onze brass machines. Wat in de overview dus halverwege de hele game is, wat wel cool is. Of in ieder geval ergens in de buurt daarvan. De maan zit helemaal hier. Maar ik denk dat we hier vrij snel doorheen kunnen gaan. Het begin is dus dat we beginnen met de quartz sheets. Deze moeten we automatiseren, zodat we uiteindelijk dit kunnen maken automatisch. En daarna kunnen we hier ook nog een hele tak van doen. En het viel me ook nog op, dit is allemaal voor binnenkort. Dit is dus blijkbaar een soort uitleg voor een automatische iron farm. En dan denk je misschien een automatische iron farm, dat ken ik wel. Maar het is er niet zo eentje die je met iron golems maakt. Het is echt met de create machines. Dit is het begin wat we nodig hebben trouwens. De Certus Quartz Seed. En het idee is dus dat we die dan laten groeien tot een hele pure Certus Quartz Crystal. Het is een beetje ingewikkeld, maar je gaat het allemaal wel zien hoe dit werkt. Ik ga er zelf ook een tutorial bij kijken. En die was zo saai dat ik erbij in slaap viel. Dus ik ga het aan jullie, zeg maar, op een leukere manier uitleggen. Maar eerst moet ik even een hele hoop apparaten bij elkaar gaan maken. Namelijk een spout, een weighted ejector en een brass tunnel die we dus nog nooit hebben gemaakt. Daarvoor hebben we een brass machine nodig. En deze hebben we wel ooit eens gemaakt volgens mij. Ik weet het niet zeker. Maar daar hebben we precision mechanism voor nodig. Dus dan moeten we electron tubes en een screwdriver op een kinetic mechanism doen. Dus dan hebben we hier onze deployer. Daar doen we dan de kinetic mechanism onder. Dan doen we daar, als het goed is, ja, die erin. Ik was vergeten dat het op een depot moest. Dus hier doen we dat ding op. Oh, dat is een hele stack, joh. En dan de screwdriver, bonk. En dan heb je 1 precision mechanism. Nice. Dus dat fixen we nog even 7 keer. Ik moet hier eigenlijk even zo'n automatische band voor fixen die het dan even in orde maakt. Zoals we eigenlijk daar hebben. Dat is wat meer ideaal. Maar dit werkt ook. Het kost alleen iets meer handwerk. Nou, brass, dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Dat hebben we de vorige keer namelijk gemaakt. Als je die video niet hebt gezien, zeker even checken. Maken we daar natuurlijk even een sheet van. Bonk. En dan krijgen we echt zoveel achievements. Hier, volgens mij krijgen we er nu zelfs nog 1 als we deze af hebben. Boom. Niet eens! Wat? Oké. Nou, hier komt dus het leuke. Deze doen we dan in de stonecutter. Hebben we heel veel opties voor nieuwe machines die we kunnen maken. En we hebben de brass tunnel nodig. En daarna hebben we nog een funnel nodig. Dus dan moeten we het alles nog een keer doen. Gelukkig hebben we de magie van editing. Dus we hebben meteen de brass tunnel. En als laatste hadden we nodig een mechanical crafter. Wat een soort van next level crafting tables zijn. En deze gaan we later dus ook zeker weten nodig hebben. Oké, we hebben heel veel water nodig. Dus ik stel voor dat we de machine hier gaan bouwen. In de hoop dat we daar genoeg ruimte hebben. En zoals ik zei, ik volg dus een tutorial die echt heel saai en onduidelijk was. Dus ik ga proberen dit zo goed mogelijk te doen. Maar wat belangrijk is voor het begin is dus de weighted ejector. Dit is dus een soort plaat die dus items kan wegschieten. Ik weet alleen niet hoe ik dit ding instel. Volgens mij zo. Oh, nee, dat is verkeerd om. Shift, right click zo en dan zo. Oh ja, nice. Oké, dus je zag misschien al een boogje van particles. Als hier dus een blok opkomt, wat hij dus herkent, dan doet hij zo jeet. En dan wordt het dus teruggeschoten op deze plek. Wat uiteindelijk heel belangrijk wordt. We hebben hier ook heel veel water nodig wat hier ingaat. Dus we hebben eigenlijk een infinite water source nodig, waar die pomp dus uit kan trekken. Is dit allemaal infinite? Het lijkt er wel op. Dat zou eigenlijk al ideaal zijn. Dan doen we zoiets, denk ik. En dan even die omdraaien, dat het water omhoog komt. Ja, volgens mij is dit voldoende. Als je hier dus een wheel aanzet, dan zou dit allemaal al moeten werken. Underrated trucje daarvoor blijft altijd de handcrank gebruiken. Die moet je dan wel goed plaatsen op de cogwheel. Zo. En dan kijken of er water... Oh, wacht, hij zit nu weer andersom. Zo. En dan kijken of er water naar boven komt. Oh.
There's a leak. Oh, nee, het werkt wel. Oké, top. Het duurde gewoon eventjes. Ja, kijk, hij zit helemaal vol. Nou, dat is fijn dat we weten dat het werkt. Dan moeten we hier nog eventjes een hele korte belt trekken. En hier een basin. Vraag me niet waarom, want ik snap dit ook niet helemaal nog. En dan hier een andesite funnel. En volgens mij doe ik het goed door er gewoon niet op de shift te klikken, zodat het eruit wordt gehaald. Dan komt hier een depot en hier de tunnel. En dan krijgen we natuurlijk ook weer een achievement voor. En daarop een funnel. Het is een beetje raar, een tunnel en een funnel. Maar ze doen hele verschillende dingen. Want de tunnel die splitst volgens mij de items naar verschillende richtingen. Zo kan je hier bijvoorbeeld een filter instellen dat één specifiek soort item wat hier doorheen gaat, naar die kant gaat en de rest allemaal de andere kant op. En hier moeten we dan met onze wrench scrollen totdat we round robin hebben. Ik weet niet wat die doet. Hier dan de hopper en die wijst dan naar de ejector en daarbovenop een mechanical crafter, zoals dit. Nu ik erover nadenk, weet ik niet of mijn tutorial nou heel veel duidelijker is. Nu moeten we alles even aansluiten. En wat heel belangrijk is, is dat we dus alles de goede richting op laten draaien, wat denk ik nog best wel een uitdaging kan worden. Maar we gaan het zien of we het kunnen laten werken. Waterwieltje erop en eens kijken of het überhaupt wil draaien. Het lijkt erop van wel. Oh nee, wacht. Dit is stuk gegaan. Ik weet niet waarom. Oh, dit draait de verkeerde kant op. Wait, maar is het dan voldoende om hier een belt op te rammen? Even kijken hoor. Die daar. Hold on, ik ben even iets aan het koken. Eens kijken. Even kijken of dit allemaal goed de kant op draait. Want dit draait in ieder geval die belt de goede kant op. Maar de vraag is of de ejector, zeg maar, ook nog de goede kant op draait. Ik weet niet of dit een ding is. Ja! Wow! Zag je dat? Wacht, doe het nog eens. Doe het nog eens. Ik wil het zien. Bonk! Oh, dat is zo cool dat dat gewoon de lucht in flikt. Nou, draait het wel heel langzaam, maar ik denk dat het voldoende is. Oké, en dan zouden we dus de Surda Squart Seed hierop moeten kunnen leggen, zoals dit. En dan moet die dus water krijgen. Ja, want dat is hoe dit werkt. Dat proberen ze ook uit te leggen hier. Je hebt zand, daar kan je dan een Surda Squart Seed uitkrijgen, is een beetje de theorie. En die moet je dan water geven. Nou, dat hebben we gedaan. En dat blijf je dan water geven totdat het een Completed Growth Surda Crystal is. Dit kunnen we al aanvinken, wat ik een beetje raar vind. Ook al is hij daar nog helemaal niet. Het heeft nog te weinig water zelfs om het te geven. En tot die tijd wacht hij er ook even. Ja, we moeten die pomp even opspijzen, want dit is echt veel te langzaam. Kijk nou. Oh, wacht, dit draait zelfs de verkeerde kant op. Oh, whoops. Zo. Misschien dat het dan wat beter gaat. Ja, hij vult nu wel bij. Oké, dat scheelt. En dan tot en met 500 MB. Ja, dan doet hij het wel. Oké, prima. En dat moeten we dan zo door laten gaan totdat hij full sized is, denk ik. Oh, kijk. Volgens mij is hij... Ja, hij is al heel. Top. Oké, dus die kunnen we eraf halen. We hebben eindelijk de Pure Surda Squart Crystal. Dan kunnen we hier een filter op zetten. Dan moeten we jou even wisselen dat hij op input staat. Dat kun je ook zien aan het pijltje daarbovenop. En dan even kijken. Dan moeten we nog één funnel hebben. En die moet hier dan ingaan. Oké, en even kijken. Als we hier dus nu de quartz opzetten, dan wordt hij genegeerd door de pomp. Dat klopt, want hij denkt al, ik ben volgroeid. Dan komt hij hier eruit, gaat hij in de crafter. En de crafter zou hier dan iets mee moeten doen. Als hij gepowered is. Oh, hij heeft geen power. Haha. Wacht, dan ga ik dat ook eventjes dit moment gebruiken om hier even wat meer snelheid uit te halen. Want dit is echt heel langzaam, deze waterwheel. Oké, boom. Eens even kijken. Dit is al veel meer snelheid, ja. En dat allemaal omdat we nu werken vanaf één grote cogwheel daar. En ik heb hier even een lijntje getrokken waardoor de crafter nu werkt. Oh, hij is ook al bezig, joh. Oh, kijk. We hebben nu twee van dit soort dingen. Ja, want dat is dus wat een mechanical crafter doet. Ik ga het even proberen uit te leggen zo goed als ik kan. Als je een completed Surda Squart hebt. Dat is dus deze. Dan een rechtermuis op wat je ermee kan doen. En in een mechanical crafter, dan krijg je er twee Surda Squart Seed uit. En dat betekent dus eigenlijk dat hij multiplied. Want deze groeien natuurlijk weer helemaal vol door het water. En zo krijgen we eigenlijk oneindig veel van dit soort Surda Squart Seeds. Het idee is dus ook dat er eentje hier in dit systeem blijft circuleren totdat er uiteindelijk te veel komen. En als je dus eentje overhoudt, dan moet die in de basin komen. En we willen die in de basin hebben om polished rose quartz te maken. Want in de recipe voor mixing staat dat je een Surda Squart nodig hebt in samenstelling met destabilized redstone. Nou, dat hebben we nog niet. Dat gaan we nog maken. Maar we hebben dus één van de twee stappen of één van de twee items hebben we hier wat hierin komt. Nou wil ik alleen even kijken of alles helemaal naar wens werkt. Ja, eentje komt er nu in. Dat is perfect. En die ander, die gaat nu hierin. Oké, nou hij cycelt echt perfect door. Want nu krijgen we er weer twee. Als het goed is, die gaan dan hierin nu komen. Bob. En dan de tweede.
Oh ja, die blijft hier op liggen. Ja, toppie. Oké, nice. Oké, dus nu dat werkt, kunnen we focussen op het tweede gedeelte van dit hele project. Want we moeten de Skystone mixer fixen, de charge mixer en dus uiteindelijk als eindresultaat willen we dit hebben. Dus ik wil eigenlijk al de helft van deze chapter doen in één aflevering. Dat is denk ik het meeste wat we ooit hebben gedaan. Maar daarvoor hebben wij nodig een charger. Nou, dat kunnen we fixen door... Even kijken, te mixen, namelijk redstone, charged surdus quartz crystal, wat we toevallig al hebben, nether quartz en water. Laten we hier eventjes een mixer aan en dan doen we alvast het water. Oh, dat is een filter. Het water hierin, redstone, die. En als het goed is... Oh, ik heb dit niet gepowered. En dan hebben we als het goed is, juist hem, hier, Fluix Crystal. En dat dan samen met deze hebben we dus de charger. Dan hebben wij nog nodig een Sterling Dynamo. Ik krijg allemaal achievements weer. Even kijken, een van deze hebben we nodig. Dat maken we met redstone en gold. Super handig natuurlijk. En dan deze hierin. En dan hebben we die ook. Ik weet helemaal niet wat de dynamo doet. Maar daar komen we zo meteen wel achter. Maar eerst hebben we nog een mechanical arm nodig. En die maak je van een brass machine. En nu hebben we alles compleet als het goed is. Om verder te bouwen aan ons project. We moeten beginnen met twee basins hier. Waardoor we dus eigenlijk een soort een rijtje krijgen van deze... die het in deze giet en deze in die. En dit hoort allemaal bij het stappenplan. Want wat je dus moet doen is... Skystone moet je millen. Dat doen we dan in een miller. Dus daar krijgen we dan Skystone dustheid en een Skystone zelf. En als we daar dan water bij toevoegen... dan krijg je dus Volatile Sky Solution. Nou, dat hebben we misschien net al eerder gezien. Dat zit dus hier in dit rijtje. Dus in deze komt dan de Sky Solution... Dan komt uiteindelijk in deze tweede de charged mix die we uiteindelijk nog helemaal gaan fixen. En dan hier wordt het uiteindelijk de... ik wil het proberen zo snel mogelijk uit te leggen. De polished rose quartz mixen we hierin samen. Dat is heel veel in één keer qua informatie. Ik hoop dat je het nog volgt. En anders, sit back, relax. Dat wordt allemaal duidelijk. Oké, wat we moeten doen is hier een shaft en hier een shaft. En die verbinden we dan met een belt. Dan komt hier een hopper en even kijken, hier een millstone volgens mij. En dan op beide zo'n brass funnel. En dit is dus echt heel simpel. Maar wat je dus krijgt als we hier skystone in de filter doen, is we doen hier... Deze staan nog niet aan, dus we kunnen het nog niet helemaal laten zien. Hier doen we dan Skystone in. Dit wordt dan geoutput via de hopper naar deze belt. Want als je Skystone mailt, dan krijg je 1 Skystone en 1 Skystone dust. Nou, omdat we hier dan de filter voor hebben voor normaal Skystone, gaat die weer terug in de millstone en wordt die non-stop gerecycled. Maar elke keer krijg je 1 extra dust erbij. Die wordt dan hier naartoe gerold en die wordt hierin gezogen. En hier voegen we dan de hele tijd water toe om de mixture te maken die we moeten hebben, namelijk de Skystone mixture. Want dit was water en Skystone dust. Dus dat moeten we ook even toevoegen, dat hier daadwerkelijk water inkomt. Dus dan fixen we eventjes zo'n nieuwe pomp, zoals dit. Heel nice. En dan moeten we die natuurlijk... Oh, en dan moeten we die natuurlijk wel even fatsoenlijk aansluiten. Want volgens mij kan je op een bepaalde manier een draai maken, zoals dit. Juist. Ik weet niet... Oh, dat is overstressed. Ja, of het is dat de waterwheel gewoon niet zoveel kan hebben. Ik moet ook eigenlijk naar windmills upgraden. Oh ja, die trekt dus het water omhoog. Dat is allemaal goed. En dan loopt deze, als het goed is, dus uiteindelijk vol met water. Duurt misschien eventjes, maar goed. Ik leerde dus ook dat als je met een wrench rechte muisknop doet, dat je dus... Oh, die niet. Maar je kan dus het hier doorzichtig maken. En dan kan je het water zien stromen. Dat is echt heel vet. Ik wil dus kijken hoe duur is een windmill bearing. Want die zijn helemaal niet duur. Het is 1 shaft, 1 granite of in ieder geval iets van steen. En een turntable. En dat is... Oh mijn god, dat is goedkoop. Windmill bearing, there you go. En dan moeten we nog wel natuurlijk sails hebben of zo. White sail, denk ik. En dat is stick and wool. Oh jee. Misschien een licht onpraktische plek, maar ik wilde hem hier hebben. Oh, wacht. Dan kunnen we hem het beste, denk ik, deze kant op richten. Nee. Oh nee, wacht. Ik kan hem beter omhoog richten. Want dan heb ik meteen de rotatie goed hier. Dus zoiets. Bonk. En dan kunnen we hem wel even gewoon 2 keer draaien, toch? Zo. Nice. Ik weet niet of dit zo moet, hoor. Maar we gaan het zien. Nee, het waait blijkbaar niet naar beneden. Was toch leuk geprobeerd. Oh, jawel, het werkt wel. Wat goed. Ik heb gewoon 512 stress units. Is dat al meer dan deze? Ja, deze zijn 192 per stuk. Dat is echt niks. Ik was even vergeten dat je moet blijkbaar dus gewoon die dingen eerst activeren. Er zit letterlijk een aanknop op. En dat is echt geniaal. Maar hij draait wel echt heel langzaam. Dus we moeten even heel veel meer rotational force erbij gooien. Oh, wauw. Wow. Ik weet niet, ik heb ze aan elkaar gesloten en er zit nu opeens heel veel power in.
En ik denk dat we nu ook minder snel overstretched zijn. Laten we dat hopen. En dan nu nog de klus op zich om dit allemaal aan te sluiten. Laten we even kijken wat we kunnen doen. Deze in verticale gearbox. Dan staat sowieso die aan. Dan kunnen we deze denk ik zo aansluiten. En dan is dit niet heel ingewikkeld. Want dan wordt het gewoon een trappetje. En dan draai je die in ieder geval alle drie. Hebben ze genoeg snelheid? Ik denk het wel. Op zich kan ik ze ook hier aanlinken, bedenk ik me nu net. Wacht. Als we hier nou nog een vertical gearbox doen. Volgens mij hebben we dan echt twee keer de snelheid. Nul. Wacht. Want dan moet hier nog een extra gearbox komen. Ik denk al. Kijk nou. 384 stress units. Dat is dus de snelheid, mocht je dat niet weten. En ook hoeveel stress dit moet kunnen genereren om alles een beetje bij te houden. Het is echt een puinzooi. Mijn hemel. Maar het werkt wel. We moeten alleen nog deze even iets geven. En dat kunnen we dan doen door dit te doen. Oh, wow, hij draait wel heel hard nu, deze band. Ik hoop niet dat hij te snel is. Maar de eerste stap moet nu wel werken, als het goed is. Dus dat kunnen we gelijk even testen. Als we hier Skystone in doen. Laten we er gelijk iets van 3 in doen of zo. 1, 2, 3. Komt het er dan uit? Ik zie wel een animatie gebeuren. Oh, ja. Kijk, het gaat erin. Er zit hier nu een Skystone dusje in. Alleen we hebben er 4 nodig. Dus we moeten wel even doormillen. En als het goed is, er zit ook een limiet natuurlijk in hoeveel er in de millstone kan zitten. Maar, oh ja, je zag hem daar heel snel gaan. Oeh, oké, wacht. 3, 2, 1. Kom op. Ik wil hem nog even één keer zo even zien poppen. Zo. Pats. Ja, nice. Oké, nou, dit moet dus 4 dus hebben voordat deze pas gaat mixen. Of staat deze nu niet... Oh, deze is niet aangesloten. I am stupid. Kan ik hem... Oh, nee. Is hij dan overstressed? Dat meen je niet. Oh, mijn guten. Moet ik dan iets meer sales toevoegen? Zou dat letterlijk de fix zijn? Dat zou wel grappig zijn als dat de fix is. Just add more. Ook hier aan de onderkant niet te vergeten. Anders zijn we helemaal out of sync. Ik voel me helemaal niet veilig als ik zo tussen die tandwielen loop. Oh, nice. Oké, okay, hij mixt al. Perfect. Oh, en hier zit nu de Volatile Sky Solution in. En die kunnen we dus even bucketen. Volgens mij is dat belangrijk. Ik weet niet zeker. Ik ga even mijn stappen weer checken. Oh ja, je had hem nodig om überhaupt deze af te kunnen vinken, volgens mij. Nou, ik heb hem in mijn inventory. Mag ik dan niet... Oh, ik moet eerst deze afvinken. Oeps. Ah, there you go. Oké, nu mag jij weer terug daar. Nu moeten we dus verder aan de recharger. Dus we moeten Surtis Quartz kunnen chargen en rechargen. En dus ook destabilized redstone buckets kunnen maken. Wordt even een trucje, want hier gaan we dus al die machines voor gebruiken die we net hebben gecraft. De charger en de Stirling Dynamo. Dus hopper hier, deze hier zo. En daarboven een dynamo die als het goed is naar beneden eent. We moeten hem even goed draaien. Dus zo. Nice. Het enige jammere wat deze machine dus niet volledig automatisch maakt, is dat de Stirling Dynamo dus fuel nodig heeft. In dit geval dus kool. En daarmee creëren we dus stroom om uiteindelijk onze crystals te rechargen. Maar dat is dus het enige wat niet automatisch is hieraan. En dat is op zich best wel cool dat dit bijna helemaal automatisch is. Oké, dan moeten we hier nog een depot en dan hier een brass funnel. Met daarop dan Surtis Quartz Crystal. Deze douwen we even hierin terug. Dan willen we hier dus nog een funnel hebben. En dan, oh, die moet trouwens wel naar binnen. Dus zo, ja, top. En dan willen we dus de mechanical arm eindelijk gebruiken. Want die pakt dus hierop. Take items from depot, zegt hij ook. En dan deposit items on andesite funnel. Dat is heel belangrijk, want als we hem dan plaatsen uiteindelijk, dan weet de arm ook wat hij moet doen. Volgens mij moeten we hem dan daar tegenaan zetten. Dus we moeten nog een keer even zo. Zo, en dan bom. En hij wordt nu meteen gepowered. Hey, wat cool, man. Die handen zijn echt zo vet, want je kan ze dus programmeren. En als hij dus iets heeft op deze depot, en dat is dan de crystallize of de Surtis Quartz, dan weet hij gewoon, oh hey, die moet ik hebben. En die stop ik terug in de machine om weer gecharged te worden door onze dynamo en onze charger. En dat mixt hij dan uiteindelijk hierin. En dat wordt dan gemixt met de quartz. En dan heb je de polished dinges wat we nodig hebben. Jeetje, ik kom niet aan mijn woorden. basically, we hebben dit nu geautomatiseerd. Wacht, ik ga hem even afmaken. Want dan kunnen we eventjes alles ook markeren dat het gelukt is. Zo, hier komt nu de polished rose quartz in. Als het goed is, we kunnen ook volgens mij deze als recipe zo erin gooien. Kijken of alles er nu gewoon goed uitkomt. Jazeker, destabilized redstone moeten we ook even oppakken eigenlijk. Kan ik hier even mijn bucket in kwijt of zo? Of kan ik dit even hierin doen? Hé, hey, hij lijkt wel vastgelopen. Heb ik iets verpest? Heb ik iets stuk gemaakt? Oh, er zit hier nu destabilized redstone in. Dat is niet de bedoeling. Zo. Aha. Topper. En dan hier komt hij er uiteindelijk wel bij. Ja,
Fijn. Oké, okay, hij werkt weer. Nice. Ik wil alleen wel even snel een bucket oppakken voor destabilize redstone bucket. Dan kan ik deze namelijk afvinken. Perfect. En dan kan die weer terug. En dan wordt er, als het goed is, hier uiteindelijk weer zo'n kristalletje ingegooid. Of hebben die nu ook gesloopt? Ho, ik zit vast hier. Help. Mom! Ik zit vast! Ah, oké. Okay, ik ben losgebroken. Zo, doen we die even daar. Even kijken. We hebben twee van die crystals. Douwen we die hierin. Kijken of die dan mixt. Jazeker. En dan als output. Oké, okay, top. Hij werkt weer. We hebben hem gefixt. We hebben hem gefixt. Nice. We hebben dus nu automatische polished rose quartz. Dat is echt al superveel wat we hebben gedaan. Dit hebben we allemaal gedaan vandaag. En de volgende stap is dan om de iron farm te maken. Waar ik echt superveel zin in heb. Want we hebben bijna geen iron. Dit is alle iron die we hebben. 32 iron. En ik vind het echt heel triest. En trouwens, misschien is het je opgevallen dat het hier een rood streepje zit. Ik ben misschien een soort van doodgevallen toen ik de lift pakte. Off camera. Het is een beetje gênant. Ik durfde er niet over te praten. Maar nu wel. Goed, dat was in ieder geval de aflevering voor vandaag. Ik hoop dat je hebt genoten. En ik hoop dat je blij bent dat het weer terug is na een kleine break. Abonneer als je meer wilt zien. En dan zie ik je ook bij de volgende video. Peace out.